Ik sta hier in mijn studentenkamer, waar ik de afgelopen maanden aan een project gewerkt heb in samenwerking met de afdeling genetica van het UMCG. Ik heb onderzoek gedaan naar hersenaandoeningen. Vrijwel iedereen krijgt er al mee te maken, zelf of in zijn naaste omgeving. Toch weten we maar weinig over wat er onder onze schedels afspeelt, bij ziektes zoals Parkinson's, Alzheimer's of schizofrenie. In mijn project heb ik geprobeerd deze aandoeningen beter te begrijpen, te kijken naar hoe bepaalde stukjes DNA biologische processen verstoren bij patiënten met deze ziektes. Mijn onderzoek heeft laten zien dat sommige processen voornamelijk verstoord raken in specifieke celtypes. Deze kennis zal ze in de toekomst in staat stellen om preciezere medicatie te ontwikkelen, die zich enkel richt op de celtypes die er daadwerkelijk toe doen in een ziekte. Dit kan de effectiviteit van de behandeling vergroten, als mede de bijwerking voor de patiënt verkleinen. Echter, het knippen aan ons DNA komt niet zonder risico's. Het is onomkeerbaar en het kan onvoorziene implicaties hebben voor de individu, maar ook voor alle toekomstige generaties. Dit zijn de ethische kwesties waar ik mee bezig gehouden heb naast mijn project. De resultaten uit mijn onderzoek worden opgenomen in een publicatie die binnenkort zal verschijnen. Daarnaast bouwen we voor op deze resultaten in ons vervolgonderzoek. Ik ben ontzettend trots dat mijn project een waardevolle bijdrage levert aan ons onderzoek naar hersenaandoeningen.